Plastic is licht, sterk en voedselveilig. Erg handig dus om verpakkingen van te maken. Maar zulke plastic verpakkingen kunnen een grote impact hebben op het milieu. Daarom is het belangrijk dat we ze na gebruik sorteren en inzamelen voor recyclage. Want de meeste plastic verpakkingen zijn perfect recycleerbaar. Alleen komen ze niet altijd in de recyclageketen terecht. Jammer, want zo goed als alle plastic huishoudelijke verpakkingen mogen gewoon in de blauwe zak. Wij sorteren ze dan volgens kunststoftype en recycleren ze. Vandaag recycleren we zo al meer dan de helft van het plastic huishoudelijk verpakkingsafval. Daarmee lopen we voor op de Europese doelstellingen. Enkel als we correct sorteren, kunnen we profiteren van de voordelen van plastic verpakkingen. Zonder de nadelen.